natuurlijk een heel mooie dienst. En wat mij opvalt is dat er zoveel mensen komen, terwijl we de laatste jaren niks meer van hem konden horen. Dat betekent toch dat hij iets betekent heeft voor de mensen. Ja, vind ik wel. Het doet mij een beetje denken aan de situatie van Ann Christie. Ja, en van Louis Neefs. Hier in Vlaanderen moet je altijd eerst sterven voordat je erkenning krijgt. Ja, dus, ik weet niet van waar dat komt. Zit dat in ons drinkwater of in de genen? Maar we hebben het daar heel moeilijk mee. Ja, dat vind ik wel heel jammer. Ja. Want hij was een heel groot zanger. Zijn er weinigen die dat konden wat hij deed. En hij zong in alle talen. Heeft internationale wedstrijden gewonnen. Ik heb hem vaak uitgenodigd in de Zoete Inval en in andere programma's waar ik kon. Maar ja, de beleidsmakers moeten alsmaar jonger en nieuwer zijn. Maar ik ben aangenaam verrast. Ik had graag gehad dat hij het applaus dat hij hier kreeg, dat hij dat bij leven had gehad. Het is ongelooflijk hoeveel volk hier is. Hè. Dat raakt echt. En dat is fijn om te zien. En dat is een bewijs van hoe dat zo'n artiest, ja, wat het die betekent heeft voor heel wat mensen. En hoe dat zijn muziek en zijn ja, kracht als artiest heeft geleefd onder de mensen. Maar het is inderdaad eens zo jammer dat het nu pas, op het moment dat het eigenlijk te laat is, dat die aandacht krijgt, dat de media hier is, dat hij in de spotlights wordt gezet. Terwijl dat het veel eerder had moeten gebeuren. Maar zijn fans zijn er altijd wel geweest. En zijn muziek heeft altijd wel geleefd, dus dat is dan ja, misschien toch wel een mooie herinnering. Nicole en Hugo, jullie verliezen een fijne collega. Ja. Absoluut. Absoluut. Ene uit de reeks van Canzonissima, 70. En van die 10 artiesten zijn er nog 5 over. De rest is allemaal weg. Ja. Als we denken aan dat is de reeks van Anke Christie, Johnny White, Joe Harris, Ron Davis, Kate Scannell, zijn er al 5 van de 10. Wie is de volgende? Of wie is en, de volgende? Nu beseft je pas hoe kort het leven is. Hè. Het wordt allemaal veel, veel korter voor ons ook. We zijn ook van dezelfde leeftijd als Johnny. Dus je moet blijven toch even stil bij staan. Dus, maar het was een hele fijne collega. Heel jammer dat het zo vlug. Het is goed geweest dat het zo kort is geweest voor hem. Ineens. Zonder veel pijn en zonder veel afzien. Maar voor iedereen dat achterblijft is het zo ineens toch wel even verschieten. En ja, we zijn een goede collega kwijt en surtout een hele goede zanger. Hè. Hij had dus wel koffer. Hij had koffer hè. En tessituur, oog en laag en alles. Technisch zeer goed. Ja, het is spijtig, maar ja. En ook niet geapprecieerd van zoals het moest, vind ik. Meneer Stols, goedemorgen. U verliest een fijne collega. Dat zal wel zijn, een hele fijne. Zo. Een harte mens, een lieve mens, een fijne mens. Ik heb hem heel goed gekend. Hij is bij mij nog verleden jaar komen zingen op een feest van mij. En als hij iets had en hij belde mij, was ik ook altijd bereid bij hem te komen. Dat altijd... Allee, we hadden altijd een babbel samen. Het was altijd interessant. U verliest een fijne collega vandaag. Zeker was het. Ja, ik heb er het voorbije jaar, dus heb ik er een 8-tal keren mee samengewerkt. Het was bij mij een hele toffe meneer. Hij had ook nooit geen achterklap van iemand anders. Ik was er echt goeie. Ik ken hem eigenlijk al 45 jaar. Toen heb ik hem al begeleiden bij het orkest waar ik toen bij was. Het was een fijne collega. Uw reactie? Ik vind het verschrikkelijk. Het was echt een knuffelbeer. Zo'n lieve man. Je kost er veel aan kwijt zelf. Ook al had hem zelf problemen en... We gaan hem missen. We gaan hem echt missen. Jullie verliezen een fijne vriend vandaag? Absoluut. Absoluut. Een groot artiest. Een grote stem. Een goede mens. Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar ik kan dat niet goed. Ik heb... dat kan ik niet. Te emotioneel. Ja, ja. Dus wij hebben hem heel persoonlijk goed gekend. En we weten dat hij een schat van een man was. En dat doet pijn. Dat doet pijn, echt waar. We verliezen een grote, grote meneer. Dora? Ja, allee, Johnny was eigenlijk degene waar ik mijn allereerste optreden heb gedaan. En die heeft mij altijd door dik en dun gesteund en ook altijd verdedigd. Hij was echt een hele, hele lieve mens. En hetgeen wat ik een klein beetje spijtig vind, dat je pas erkenning krijgt als je sterft. Dat vind ik wel een heel spijtige zaak. Want, ik bedoel, ja,
die heeft altijd een fantastische, mooie, goede stem gehad en heel veel talent. En dat dat pas erkend wordt als je sterft. Maar ja, zo zijn er veel voorbeelden al in het verleden geweest. Absoluut. Johnny is iemand, 19 jaar geleden heb ik mijn eerste optreden daar gedaan in de Oude Hoeve nog bij Johnny. En ik heb daar regelmatig te gast geweest en spijtig genoeg is hij heen gegaan. Ik vind het heel verschrikkelijk. Het is jammer. Maris Cabé, u hebt zondag op de fanclubdag van Steve Tillins Johnny White nog gezien. Nu is hij hier niet meer. Ja, het is een heel raar gevoel, moet ik toch wel zeggen, hoor. Het was ook een innige ontmoeting dat ik toen met hem heb gehad. En om nu te zeggen dat hij er niet meer is, dat is heel raar, moet ik zeggen. Ja. Allee, ik vind het eigenlijk heel spijtig voor iedereen dat inderdaad zo'n groot man, zo'n grote artiest, waar ik eigenlijk nog veel van had kunnen leren, dat hij er niet meer is. En ja, dat hij ons moet verlaten, inderdaad. Ja. Oui, c'est triste parce que c'était une personne très bien et il était très gentil et c'était une personne adorable. Et oui, tout le temps il était le bienvenu chez nous et il a chanté très bien, mais oui, c'est triste. Steve Tillins, u verliest een fijne collega, een goede vriend. Vorige week zondag was hij nog op je nieuwjaarsreceptie en op je fanclubdag. Vandaag heb je in de kerk gezongen een afscheidslied voor hem. Ik verlies niet alleen een goede vriend, ik verlies eigenlijk een lieve man. Een van de allerliefste collega's die ik ooit heb gekend. En daarom dat ik ook die ode aan Johnny wou brengen. Johnny was niet alleen een prachtig mens, maar ook een icoon voor mij. Een groot man die tussen vele grote artiesten kan staan. En dan bedoel ik ook internationaal. In 1971, precies in mijn geboortejaar, stond Johnny met Gilbert Bécaud en Shirley Bassey in Parijs, in de Moulin Rouge, op het podium samen. Ik denk dat er weinig Vlaamse artiesten zijn die eigenlijk dat kunnen verwezenlijken hebben. Johnny was een ingetogen man, een lief man. U hebt dat zondag ook zelf kunnen meemaken. En ik ben toch wel heel blij dat ik hem als laatste eigenlijk kunnen zien heb op mijn... Het is een beetje verdriet en toch ook een beetje blijdschap erbij. Omdat ik hem nog bij mij heb gehad zondag op mijn nieuwjaarsreceptie. En ik heb eigenlijk... bye-bye kunnen zeggen tegen hem. Hij heeft mij vastgepakt als ik binnenkwam. En ik zal die man nooit niet vergeten. Echt waar. Een tijdje zon. En naar die zonnen valt. Je doet neer. Gedaan. Die dolia. Die strijdt om macht naar roem. En rijdt. Tijd was goed gevuld. Het gereisd op zeven zeeën. Weer was steeds mijn wet. Ik liet me leven.